Rijden vrouwen nou echt slechter dan mannen? Ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van wat je bedoelt met goed rijden. Wij hebben het nu over veilig rijden. Die zoektocht begon bij jullie. Maar mannen die stemden vooral op mannen en vrouwen vooral op vrouwen. Vorig jaar waren er 225 dodelijke slachtoffers van auto-ongelukken. 75 vrouwen en 150 mannen. Maar mannen reden gemiddeld ook meer, dus logisch dat ze meer ongelukken hadden. Klopt, maar als we dat meerekenen is dit hoeveel dodelijke ongelukken er per gemiddeld gereden kilometer waren. Vrouwen rijden dus echt veiliger. Er is ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe goed mensen rijden. En ook daar scoorden vrouwen beter. Mannen scoorden slechter op gevaarlijk invoegen, telefoon achter het stuur, bumperkleven en vrouwen waren vaker beleefd. Goedemiddag. De ANWB heeft ook zo'n onderzoek gedaan en daar scoorden mannen en vrouwen bijna gelijk. Oké, dus vrouwen rijden iets veiliger dan mannen.